De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Nee, dan moet ik voor jou nog iets meenemen. Doe vooral geen moeite. Weet je zeker dat je niets nodig hebt? Dat zeg ik toch. Ik word er doodziek van dat jullie je zo met mijn leven bemoeien. Hou op met zeuren. Nou zeg, het was gewoon aardig bedoeld. Ja, dat zal best, maar ik kan heus wel voor mezelf zorgen. Denk jij nou dat het verstandig is om met een modellenwerk op te houden? Hoe kom je daarbij? Nou, Rien zei zoiets. Oh, en wat zei Rien dan? Helemaal niet zoveel. Alleen dat. En ik vind het gewoon heel erg jammer. Ik vind het gewoon doodzonde. Oh ja, waarom dan? Nou, je hebt er zoveel moeite voor gedaan en de laatste tijd zoveel tegenslag gehad en nou gaat het juist weer wat beter. Nou, als ik ermee ophoud, houd er toch mee op. Ik doe waar ik zin in heb. Oh ja? Weet je, jij moet oppassen dat je nog vrienden overhoudt. Binnenkort kun je helemaal geen werk meer vinden, want je gedraagt je belachelijk, je gedraagt je grof en onfatsoenlijk. En als jij hier wil blijven wonen, dan moet je een andere toon aanslaan. Want je bent gewoon onuitstaanbaar. Het interesseert me geen bal wat iemand anders ervan vindt. Als je iemand kan opdonderen, ben jij het wel. Het is nog altijd mijn huis. Meid. Hallo. Wat ruik ik van lekker? Ja, ja. Eieren met spek. Je hebt toch niet ontbeten, hè? Nee, ik heb nog niet eens koffie gehad. Goed zo. Zo. Vertel eens, wat heb je gedaan de laatste dagen? Nou, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Ik heb gisteravond wel een heel leuk meisje ontmoet. Linda Dekker, u kent haar wel. Nou, dat is toevallig, zeg. Ik had jullie namelijk aan elkaar willen voorstellen. Ja. Haar broer Simon is ook heel aardig. Ze zijn zo'n beetje familie van me. Ja. Ik heb ze voor een groot deel opgevoed. We hebben geluk gehad. Ja, geluk. Mijn ouders zijn verongelukt toen ze nog heel jong waren. Het voelt een beetje alsof het mijn eigen kinderen zijn. Als Simon terug is, dan moeten we eens met z'n allen gezellig gaan eten. Hè? En dan leren we elkaar beter kennen. Lijkt me leuk. En dan vraag ik Jeanne ook. En dat is een tante van hem, die woont bij ze. In het begin kon ik helemaal niet goed met haar opschieten. Maar de laatste tijd zijn we heel goed bevriend. Het klinkt allemaal heel interessant. Als ze allemaal zo aardig zijn als Linda, dan vind ik ze waarschijnlijk allemaal heel leuk. Linda vond ik heel leuk. Ja, is ook, hè. En ze kan prachtig acteren. Oeh, vooral als ze boos is. U moet het slim aanpakken. U laat uw boek verfilmen met Linda in de hoofdrol. Oh nee, dat lijkt me wat vergezocht. Nou, waarom? Ik bedoel, met het geld wat u met dat boek verdient, kunt u bijna de film zelf financieren. Nee, ik moet er niet aan denken, zeg. Trouwens, het duurt minstens een half jaar voor de eerste royalties binnenkomen. Duurt dat zo lang? Oh ja. En soms laten die afrekeningen wel een jaar op zich wachten. Nee. Nee hoor, mij maakt het niet uit. Ik leef zoals ik leef. Helen Helmink. Hé, hey, Jeff. Wat een verrassing. Waar zit je? Wat zeg je? Ach nee, hè. Hé, wat is er aan de hand? Simon. Ik werd vermist. Ze denken dat hij is verdronken. Nou, het gaat wel heel erg goed met jou vandaag. Ja, waarom niet? Ik voel me uitstekend. Ja, zit in de lucht, lente, verliefdheid. Ja, maar toch mis ik Simon. Ah, nee, hè. En we eindelijk rust beginnen ze te bellen. Er wordt ons ook niks gegund. Wacht maar, ik neem hem wel. Met het huis van de familie Albert. Hoi.
Ja, die is er. Wacht even, ik zal hem even voor je roepen. Nee, alles gaat fout. Jullie moeten me helpen. Ik kom er aan, kind. Okay. Peter, Daniel voor jou aan de telefoon. Uh-oh. Daniel? Ja, dat dacht ik wel. Je kan er vergif op innemen, hè? Ja, het zegt het wel, roet in het eten. Ik stond net te koken. Ja, nee, oké, kom eraan. Tot zo. Zal eens een keer goed gaan daar. Nou ja, ik moet eens naar het opvangcentrum, sorry. Ik breng je wel even. Nee joh, ik wil jouw dag niet verpesten. Dat doe je niet, want ik ga nog een paar flessen wijn halen voor mijn. Tot zo. Ja, dag. Net, dag. Nou moet je eens goed naar me luisteren. Jij komt hier omdat je hulp nodig hebt. Maar dan moet je wel met me praten, hè. Ik bedoel, ik moet toch weten hoe je heet. Nou. Wat is je voornaam dan? Hé, je moet ook ergens wonen. Wat is je adres? Je hoeft echt niet bang te zijn dat we je wegsturen, want dat doen we niet. We krijgen echt zoveel kinderen, ze hebben allemaal problemen. Met hun ouders, met de politie, noem maar op. Maar ze noemen ons allemaal vroeg of laat hun voornaam. Weet je waarom? Omdat ze weten dat ze ons kunnen vertrouwen. Omdat wij er zijn om jullie te helpen. Je hebt problemen met je ouders, hè? Nou, hé. Hoe heet je? Christine. Martien David hier. Waar wil jij vandaan? Uit het flatje van mijn lieve moeder natuurlijk. Vind je het niet ontzettend stom om me van daaruit te bellen? Ze is er niet. En ik dacht dat je wel zou willen weten hoe het met ons plannetje ging. Ik heb trouwens nog een veel beter plan. Oh ja? Ik vond ons plannetje anders goed genoeg. Ja, maar dat duurt allemaal te lang. Ze kan namelijk pas over 6 maanden op zijn vroegst bij haar geld. Aan de andere kant, ja, wat maken 6 maanden uit als het om zoveel centjes gaat? Hè? Vertel nou dat plannetje maar. Nou, ik denk dat we het via een omweg moeten doen. Ik heb gisteren die Linda Dekker ontmoet en ik denk dat als ik haar goed aanpak, dat ze dan wel tegen Helen zou vertellen dat ik hier moet komen wonen. En je denkt dat dat lukt? Ja, ik heb een vliegende start gemaakt. Vergeet niet dat ik bij de familie hoor. Nou, weet je zeker dat ze je niet kan horen? Ja, ze is er niet. De trut was behoorlijk in paniek. Er belde iemand om te zeggen dat Simon Dekker was verdronken. Simon? Verdronken? Ja, dat komt ons weer goed uit. We hebben weer geluk gehad. Hoe bedoel je? Nou, dat ze de komende tijd bezig is zodat ik aan Linda kan gaan werken en nou, ik denk toch wel dat ze een goede steun en toeverlaat kan gebruiken in deze moeilijke periode. Je hebt ook geen enkel gevoel in je donder, hè? Jezus, wat kan jij een klootzak zijn? Hé, zo praat een dame niet, Martien. Zaken zijn zaken, dit is strikt zakelijk. Nou ja, goed, ik hou je op de hoogte. Ik geef toe. Op heterdaad betrapt, maar ik had zo'n honger. Weet je, tomaathelling, hij is heerlijk. Annette, Helen wil even met je praten. Ik ben boven. Ja. Ik moet je iets heel vervelends vertellen. Het gaat over Simon.